En dan onze gasten van vanavond. Met wie krijgen we te maken, Farah? Aan tafel vanavond Staf van Mensel, buschauffeur bij De Lijn en slachtoffer van zinloos geweld. Chris Luiks, de nieuwe politiek secretaris van Open VLD. En met Thomas Siffer van Story en Karel van den Broek van KNAK praten we over e-mails en onkostennota's. Allemaal welkom. Ik ben nog altijd niet aan het werk. Psychisch heeft dat wel wonden geslagen. Na het incident, als ik in het ziekenhuis lag, dan dacht ik van nog over enkele dagen dat de pijn weg is. Dan zal het allemaal wel loslopen. Maar hoe langer hoe meer overviel mij de angst. De angst voor het oncontroleerbare. Angst gewoon... dat je op straat kon lopen en gewoon door eender wie neergeslagen te worden. Angst voor geweld? Absoluut, angst voor geweld. En nog. U durfde ook niet meer buiten komen de eerste dagen, weken? Ik kom niet zo heel veel buiten, alleen als het echt moet. En bij ons in het dorp voel ik me nog veilig. En de angst en de boosheid, omdat ze hebben nu ook niet de kans gegeven om te reageren. Je hebt de kans niet gekregen om je nu te verdedigen. En hetgeen mij het meeste pijn doet, is eigenlijk dat zinloos geweld. Mm-hmm. Zomaar iemand aanvallen zonder enige reden. Ik heb die rit misschien wel 1000 keer teruggedaan en overlopen. Zijn er onderweg dingen geweest. Maar u vindt geen enkele aanwijzing? Geen enkele aanwijzing. En zeiden ze iets, die jongen? Die hebben geen woord gezegd. Echt niks. Geen woord. Mm-hmm. Zou u nu met hen... willen spreken? Ik zou ooit met hen wel willen spreken, ja. Nu is het nog wat vroeg. Je bent nog niet helemaal klaar daarvoor. Nee, maar ik zou hen ooit in het gezicht eens willen vragen van waarom heb je dat gedaan? Bent u de nieuwe slangen? Nee, absoluut niet. Nee, ik zou mij absoluut niet durven... Ja, maar dat was toch de functie, zo klankbord van Bart Somers? Dat ja, ik denk dat Noël Slangen had een andere functie. Hij was algemeen directeur en hij was echt de baas, denk ik dan, van de structuur van de partij, waar Bart meer de politieke lijn mee uittekent. En daar heeft hij mij ook gevraagd om dat mee te doen, samen met hem. Omdat ik, denk ik, een van de voordelen was misschien, dat is dat, alhoewel ik al langer in de politiek ben, weliswaar op lokaal vlak in Antwerpen, maar dat ik geen nationale ervaring had, dat hij wat dat betreft misschien iemand wou die een kijk had die misschien nog niet zo vertroebeld is dan misschien. Een frisse kijk. Dus. Een frisse kijk misschien. Ja, geef eens een voorbeeld van uw frisse kijk. Oh, ik heb wel altijd een heel aparte visie gehad, bijvoorbeeld op justitie, omdat dat een punt is. En als ik dan toch zie hoe dat mensen in functie momenteel, of ministers, toch moeilijkheden hebben om dat departement te kunnen begrijpen. Dat die twee een relatie hebben, dat heb ik al eerder gelezen in andere kranten en tijdschriften. Dat is toch geen nieuws? Wat is de relevantie van die mails? Wel, er zijn twee facetten in het verhaal. Eén, er is vorig jaar, was het geruchter dat er een relatie was tussen hen beiden. Ze hebben dat toen zijn er geen rechten van antwoord gestuurd trouwens. Die verhalen waren gebaseerd op anonieme bronnen. Maar het gerucht op zich was een politiek feit, omdat je zag dat door dat gerucht binnen het Vlaams Belang er een enorme crisis losbarstte. Dat was ook het moment dat Jean-Marie de Dekker, de toenadering met Jean-Marie de Dekker, getorpedeerd werd door Marie-Roos Morel. En toen is er vanuit het Vlaams Belang, door Philippe de Winter, Gerolf Annemans enzovoort, ook Jurgen Verstrepen, die toen nog net aan het overstappen was, plots werd die partij uit elkaar gespeeld. De aanleiding daarvan, laat ons duidelijk zijn, is de innige band die bestond tussen Frank van Ecken en Marie-Roos Morel. Dat is, in die zin was die band politiek relevant. Als men morgen de mails aanbiedt bij iemand van jullie, ik zeg maar iets, de liefdesmails tussen Martens en mevrouw Smit, zijn die dan ook politiek relevant? Dat hangt ervan af. Als in die mails politiek relevante feiten staan, dan denk ik dat je de overweging telkens opnieuw ad hoc moet kunnen maken. We publiceren ze of we publiceren ze niet. Of als er is niet zoiets van, het zijn mails, dus we publiceren ze. Als de relatie een invloed heeft op het politieke spel, het politieke gebeuren van een partij en rond die partij, dan is dat politiek relevant. Maar zijn dan al die smeuïge details nodig? Is er op uw redactie ook niet over gediscussieerd, over getwijfeld, of het deontologisch mogelijk was? Er is een afweging gemaakt, uiteraard. Dat is altijd zo. Alleen denk ik dat de nadruk... Je kan ook... Stel nu voor dat je het verhaal brengt, wij hebben mails van Marie-Roos Morel naar Frank van Ecken en omgekeerd, waaruit duidelijk blijkt hoe de intriges binnen het Vlaams Belang zich afspelen.
Dus Philippe de Winter en Gerolf Annemans, hoe zij die proberen te destabiliseren. En je zou niet vermelden dat er in die mails ook over hun relatie wordt geschreven. Ja, dan ben je hypocriet natuurlijk, want uiteraard, die mails zitten in een context van precies zo'n relatie.